Wisselende factoren zullen steeds bepalend zijn bij de berekening van de EBS-prijzen. Dit zei C47-voorzitter Robbie Berenstein eerder tijdens een persconferentie over de EBS-tarieven. De vakbondsman verduidelijkt dat de koers en olieprijs vooralsnog de voornaamste factoren zullen zijn die bepalen hoeveel de burgerij zal neertellen. Het is voor 3 maanden en daarna wordt nagegaan, de heer Dwaka sprak over een aantal variabelen en het zijn er 3 waarnaar wordt gekeken. De koers, dat is 1. 2, de olieprijs die gekapt is op $83. En de energy mix. Ja? Dus hoeveel hydro en hoeveel thermisch. Dus hoe meer hydro, hoe lager het tarief. Ja, dat zijn de wisselende variabelen waar er dus naar wordt gekeken. Ja? Dus die zaken moet u in de gaten houden, want die gaan uiteindelijk bepalen wat het tarief wordt, althans hoe het tarief zich verder ontwikkelt. Berenstein geeft verder aan dat er een officieel document moet worden getekend door de regering voor wat betreft de gemaakte afspraken met de EBS. Er zouden toch nog wat fouten zitten in het huidige tarief die aangepast moeten worden.